Wedeo is een grote werkgever voor honderden WSW-medewerkers. Maar het bedrijf doet meer. Wedeo houdt zich ook bezig met de reïntegratie van medewerkers die een uitkering ontvangen. Onder meer voor deze doelgroep voert Wedeo de loonwaardemeting uit. Dag Annemarie, wat ga je doen? Ik ga een loonwaardemeting afnemen bij Rutgers Milieu. Wat is dat precies? Nou, Rutgers Milieu wil iemand in dienst nemen die nu in de bijstand zit. En ze hebben recht op een stukje subsidie, omdat de medewerker wat aandachtspunten in zijn functioneren heeft. En ik ga vandaag uitrekenen hoeveel subsidie ze recht op hebben. Oké, dat klinkt interessant. Jazeker. Mogen we meekijken? Ja, uiteraard. Kom maar mee. Tijdens een loonwaardemeting wordt gemeten hoeveel loon de medewerker zelf kan verdienen en hoeveel loon gecompenseerd moet worden met subsidie. Een loonwaardemeting met het Darius-systeem gaat in 3 stappen. Eerst vullen de medewerker en de leidinggevende de Darius-vragenlijst in. Daarin geven ze aan hoe het met de medewerker gaat in het werk. Daarna bekijkt de loonwaarde-expert van Wedeo de werkplek van de medewerker. Daar worden de werkplek en de taken uitgebreid besproken. De resultaten van de gesprekken en van de vragenlijsten worden vervolgens in het Darius-systeem ingevuld. Darius combineert alle resultaten en berekent de loonwaarde van de medewerker. Op basis van deze loonwaarde kan de loonkostensubsidie vastgesteld worden. Met deze informatie kan de werkgever de medewerker met passende afspraken in dienst nemen. Zo stroomt de medewerker uit de uitkering en kan hij starten in een passende betaalde baan.